De woonboten in Nijmegen liggen droog. Dat komt door de zeer lage waterstand van de Waal. Frans Schilte, eigenaar van een van de woonarken, ziet de lage waterstand voor zijn ark niet als een probleem. Wij hebben er niet echt nadelen van. We liggen onze boot is vlak aan de onderkant, die is plat. Dus je zakt eigenlijk op het water, op de grond bedoel ik. En dan lig je vast, dat is het enige. De schepen in de haven vinden het lage water lastiger. Zo legt schipper Martin de Klein uit dat zijn schip een tijd lang hevig schommelde. De beroepsschepen die voorbij varen, en vooral de opvarende schepen, die zuigen heel veel water weg. En met name weer de passagiersschepen en de tankschepen, die zuigen veel water weg. Waardoor hier in de haven het water 30 tot 40 centimeter zakt. En dan gaat het schip voortdurend op en neer. En dat is af en toe niet prettig. Nee. De bed and breakfastboot heeft ook last van het schommelen. Zo was er afgelopen zondag water in de motor gekomen en vielen daardoor alle lichten uit. Maar volgens de schipper zal het nog wel even duren voordat de lage waterstand verleden tijd wordt. Ik zou bijna zeggen als de heer de kraan open wil draaien boven, maar zo werkt het natuurlijk niet. Maar het moet wel heel lang in het bovengebied heel lang regenen voordat er hier nog water bij komt. Want kijk maar, dan moet dus bijna 8 meter bij weer het hoge niveau krijgen van vorig jaar met oud en nieuw. 8, 9 meter moet erbij. Dat is veel. Ja, je moet er toch af, je moet er toch uitzitten. Ik bedoel, je kunt er niks aan doen.